Voorzitter, vertrouwen is de zuurstof van een goed functionerende democratie. En wanneer vertrouwen in het kabinet, in instituties en de democratische besluitvorming ontbreekt, dan ontstaat er oproer, ontstaat er ontreddering. Dan snakken we naar houvast. En dat vertrouwen in het coronabeleid is laag. Dat is heel erg laag. Terwijl de impact van de maatregelen groot zijn, heel erg groot. En de fundamentele vraag die wij ons als parlement moeten stellen is: waar komt dat toenemende wantrouwen nu vandaan? Komt dat doordat enkele partijen in deze Kamer stelselmatig desinformatie verspreiden en het wantrouwen aanwakkeren? Ja, deels. Maar dat wantrouwen ontstaat ook omdat de coronamaatregelen al 2 jaar lang onvoorspelbaar zijn en niet te volgen zijn. Als we examen zouden doen over de maatregelen, dan vrees ik dat een groot deel van deze zaal, mezelf inclusief, zou zakken. Want waarom kan de IKEA wel 1000 klanten per dag ontvangen en zijn de theaters leeg? En waarom heeft niet ieder klaslokaal een CO2-meter, terwijl we al bijna 2 jaar lang weten wat het belang is van gezonde lucht om juist verspreiding van het virus tegen te gaan? En waarom zet het kabinet nu geen streep door 2G, terwijl de gebrekkige effectiviteit ondubbelzinnig wetenschappelijk is aangetoond? We hebben ondertussen meer verschillende varianten van de coronamaatregelen gezien dan van het coronavirus. En voorzitter, Nederlanders willen echt wel samen de schouders eronder zetten. En nog steeds zie ik om me heen solidariteit voor de zorg, voor kwetsbare mensen om ons heen, voor elkaar. Maar om vertrouwen in het democratisch proces te herstellen, moet het beleid navolgbaar zijn. Moeten politieke keuzes in alle openheid tot stand worden gebracht. En zou het aan de Kamer moeten zijn om uiteindelijk de politieke afweging te maken. Want nieuwe icoontjes, nieuwe grafieken, een nieuwe minister, een andere plaats voor de doventolk, die konden mij tijdens de persconferentie nog niet echt overtuigen dat het kabinet het ook nu echt anders gaat doen. En mijn pleidooi is simpel: we kunnen niet langer doorgaan met deze crisisdemocratie. En daarom mijn vragen. Is de minister van plan om tot een voorspelbare coronastrategie te komen? Eentje waardoor iedere Nederlander bij voorbaat weet dat bij bepaalde signaalwaarden ook bepaalde maatregelen worden genomen. En is de minister van plan om het besluitvormingsproces om te gooien en openbaarheid te verkiezen boven de achterkamertjes politiek in het katshuis? En is het kabinet van plan om te doen wat nodig is, zoals het ophogen van de zorgcapaciteit en meer in te zetten op veel meer testen? Voorzitter, op verzoek van mijn fractie kwam er een onderzoek naar de effectiviteit van 3, 2 en 1G. En die conclusies daarvan die zijn glashelder. De 2G-maatregel heeft geen toegevoegde waarde ten opzichte van de 3G-maatregel. Iedereen testen via testen voor toegang is verreweg de meest effectieve maatregel van de 3, staat in dat rapport. En het rapport stelt dat er substantieel meer mogelijk zou zijn geweest als we in het najaar vaker met testen voor toegang hadden gewerkt. Het gaat om substantieel. Dat vind ik een wrange constatering. Op dit moment kent testen voor toegang 800 locaties met een capaciteit van 4,2 miljoen sneltesten per week. En slechts 120.000 sneltesten worden daarvan nu wekelijks gebruikt en de rest ligt te verpieteren. En mijn vraag is simpel. Is het kabinet van plan om zo snel mogelijk deze testen in te zetten om meer mogelijk te maken? Denk aan theaters, podiumkunsten. Denk aan publiek toestaan bij sportwedstrijden. Wekelijks 4 miljoen sneltesten is haalbaar en is ook betaalbaar. Ook omdat het sluiten van de culturele sector, het sluiten van publieke evenementen veel en veel meer kost dan dat. En heb ik het niet alleen over economische schade, maar dan heb ik het ook over maatschappelijke schade. Schade aan de hele samenleving. Graag een reactie. Voorzitter, dan de ronde roze olifant in de Kamer. Versoepelen we nu te snel of juist te weinig? En tijdens de persconferentie werd aangekondigd dat de besmettingen kunnen oplopen tot 80.000 per dag. Een weloverwogen risico noemde onze nieuwe coronaminister het. En hoewel de Omicron-variant minder ziekmakend is, ben ik ook waakzaam. Want we weten dat snel versoepelen ons vaker duur is komen te staan. En daarom wil ik weten, en ik rond af, voorzitter, op wat voor reproductiegetalkoers we af de komende weken, welk signaal zou een teken tot zorg zijn. En kan de minister de effecten per maatregel met de Kamer delen? Want met openheid werken we ook aan herstel van vertrouwen.